Als je FUT RAF gaat doen, krijg je bijna altijd een Spaans team. Nou, in ieder geval een Spaanse competitie. Want in het begin mag je natuurlijk een aanvoerder uitzoeken. En dan krijg je bijna altijd wel Messi, Ronaldo of Neymar. En uiteindelijk krijg je gewoon een Liga BBVA team. En ja, dat is gewoon zo standaard. Dus ik ga vandaag wat anders doen. Ik ga een Premier League team maken. Ik mag alleen spelers kiezen uit de Premier League. En mocht er nou geen één speler komen uit de Premier League, dan mag ik een andere speler uitzoeken, maar geen één speler uit de Spaanse competitie. Ik dacht, weet je, ik doe dit gewoon een keer iets heel anders. Maar laten we maar beginnen. Je coins, goedkoop en snel bij futstore.nl. En gebruik de code BOUS voor ook nog eens 5% korting. Yo gasten, FIFA Bouwers hier. En ik doe vandaag dus weer een keer een FUT-RAF. Laten we maar meteen beginnen en hopelijk kan ik gewoon een lekker Premier League team maken. De spelers zijn natuurlijk wel wat minder goed als in de Spaanse competitie. Maar ja, in de Premier League zijn de spelers ook vreselijk overpowered, dus laten we maar beginnen. Mijn opstelling, ik ga gewoon lekker voor de 4-3-3 aanvallen. Oké, en laat er een goede aanvoerder zijn. Oh nee man, dit is zo kut. Dit is echt zo ontiegelijk kut. Je hebt Ronaldo, Neymar, Suarez en Messi. En dan moet ik van Beens gaan. Waarom had ik dit ooit bedacht dat dit een goed idee zou zijn? Maar dit is wel een vreselijk begin. Nou ja, het is niet anders. Ik begin gewoon lekker onderin bij mijn keeper en dan ga ik zo omhoog. Hopelijk kan ik wel een beetje een goede keeper krijgen. En op zich, ik heb keuze uit deze twee keepers. Ik ga gewoon voor deze kerel, aangezien hij een mooi kaartje heeft. Want qua rating zijn ze gewoon precies hetzelfde, dus het boeit helemaal niks. Kom op! Met de zakken, daar ga ik dus echt niet voor. En dan heb ik hier Olson, ook super slecht. 53 pace, heb je helemaal niks aan. Maar ja, ik ga wel voor hem, want hij is in ieder geval ietsje sneller als met de zakken. Volgende centraal verdediger. Ik heb geen eentje van de Premier League, dus dan mag ik er zelf eentje uitzoeken. Maar natuurlijk niet uit de Liga BBVA. Maar dan ga ik wel voor Barzagli. Niet dat ik hem ga gebruiken, maar het moet wel. Oké, maar rechtsachter, laat er een goeie tussen zitten. Er zit geen goeie tussen. En ik moet voor deze kerel gaan. En ja, het boeit me niet. Ik hoop wel dat ik op de bank nog een betere rechtsachter kan krijgen. Dit team is tot nu toe echt super kut. Echt niet normaal. Hopelijk komt er nog wel iets beters. Misschien nu op centraal midden. Nee, 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 nee. Ik moet nu voor Davis gaan. Dit echt is ook de allerslechtste van hun allemaal. En wat een dom idee was dit van mij. Oké, andere centraal midden. Nu iets beter. Nou ja, oké, Miller. Ja, het is al iets beter. Of Henderson. Ja, ik ga voor Henderson. Omdat hij toch wel iets sneller is. Vervolgens naar mijn centraal aanvallende middenvelder. Oké, eindelijk een keer een goede speler. Herrera. Prima, 82 rated. Hier ben ik wel blij mee. Maar nu komt het belangrijkste. De aanvallers. Laat er alsjeblieft één goede aanvaller tussen zit. Gewoon 1-1. Anders ben ik zo genaaid. Dan kan ik nooit deze verdraaf winnen. Oké, mijn linksbuiten. Naar Lens. Oké, ik ben hier wel tevreden mee. Lens is snel. Kan nog redelijk schieten. Is gewoon een prima speler. Maar voor een FUT-RAF absoluut niet heel goed. Oké, mijn rechtsbuiten. Dit is best wel balen. Want ik heb geen één Premier League speler. En ik mag geen één speler uit de Spaanse competitie. Dus dat betekent dat ik geen Messi of Bill mag kiezen. En dan moet ik voor Hulk, Di Maria of Mkhitaryan gaan. En dan ga ik toch wel voor Di Maria, want dat is echt een beest. Tot slot mijn spits. En oh, nou, Aguero, nice. Oh, dat lucht even af, want dan heb ik in ieder geval een super nice spits. En dat scheelt natuurlijk een hoop. Ik kan natuurlijk ook voor Rooney gaan. Maar Aguero is gewoon veel beter. Dus ik ga natuurlijk voor Aguero. En dan gaan we nu vervolgens verder met de bank. Hopelijk kan ik nog een aantal goede Premier League spelers krijgen. Helemaal nu ik Tsjech krijg. Perfect, dat kon niet beter. Heb ik in ieder geval een goede keeper. Gaan we verder met de verdedigers. En Azpilicueta. Nou ja, dat is ook prima. Die kan ik dan in ieder geval rechtsachter neerzetten. Want dan heb ik wel iets minder teamgeest. Maar liever iets minder teamgeest dan zo'n noob rechtsachter. Azpilicueta is echt veel beter. Oké, volgende. Geen één Premier League speler, helaas. Nou ja, dan ga ik maar voor Van der Wiel, omdat hij een Nederlander is. Ik wil gewoon nog een beetje chemistry hebben, dus gewoon nog een aantal Premier League spelers. Maar hier zit er weer geen één tussen. Nou ja, ik ga wel voor Guarin, omdat ik hem een beest vind. Volgende,
Oh, Dyer. 91 pace. Ja, het is verder is hij nergens goed in. Maar ja, de pace is wel chill. Ik denk trouwens niet dat ik hem ga gebruiken. Maar we gaan weer verder. Ik wil gewoon nog één goede Premier League speler krijgen. Nee! Nee! Dit is zo balend. Ik krijg gewoon Timo Di Ronaldo, maar ik mag hem niet kiezen. Oh, shit, man. Nou ja, dan moet ik voor Royce gaan. Volgende speler dan maar. En, oh, nou, aha, weer Timo Di Ronaldo. EA wil mij gewoon pesten op dit moment of zo. Maar ik ga natuurlijk voor Man of the Match Depay. Die is vreselijk overpowered ook. 82 rated, die past daar perfect in plaats van Lens. En dan gaan we verder. Ik heb nog 5 spelers te gaan, dus hopelijk kan ik nog een paar goede spelers krijgen. En ik ga nu voor Nasri. Ik kan ook niet anders, maar Nasri is op zich wel prima. En... Nee, geen één Premier League speler. Ik wil gewoon nog die zieke Premier League speler en ik krijg nu deel, maar ik mag hem niet kiezen. Dit is zo frustrerend. Oh, nee. Nou, dan ga ik voor Pjanic. Nog 2 spelers. Kom op, EA. Ik wil gewoon nog een goede centraal verdediger. Want ik heb op dit moment geen goede centraal verdediger. En die wil ik wel uit de Premier League. Company. Dat zou perfect zijn. Maar dit is helemaal 10 keer niks. Oké, laatste kans op een goede centraal verdediger. En dan krijg ik Colo Touré. Nou ja, perfect. Dat kan eigenlijk niet beter. Ik had natuurlijk liever Company gewild. Maar ja, dit is ook prima. Dan heb ik in ieder geval een goed teamgeest. Ik moet alleen nog even Di Maria verwisselen. En dan kan ik daar Lens neerzetten. En dan heb ik gewoon 100 teamgeest. 83 rated, dat is wel heel slecht. Maar ik heb gewoon een helemaal Premier League team. En het is echt voor een futdraft een ontzettende kutteam. Ik ga hier nooit heel ver mee komen. Dat kan gewoon niet. Maar ja, ik ga gewoon mijn uiterste best doen. En we gaan wel zien hoe ver ik ga komen. Nou, mijn tegenstanders zijn team... Oh, nee. Ik ben zo erg fucked up. Ik zei toch, alle futdraft spelers hebben gewoon eigenlijk een Spaanse league team. En dat heeft deze kerel ook. Ronaldo, Messi, Bill, Timothy en Dani Alves. Ik ben echt fucked. Nee. Shit, dat is hem al. 1-0 achter in de 6e minuut. Maar ja, de wedstrijd is nog niet afgelopen. Alles is nog mogelijk. Alleen heeft hij wel een 100 keer zo goed team. Nee. Waarom doet hij dat? Die kerel speelt goed. Staat hij al 2-0 voor in de 10e minuut. Oh nee, oké. Nu even concentreren. Dit staat helemaal nergens op. Even goed spelen. Ja! Bam! Hoppakee, ik ben weer een goal dichterbij. Donders, in 12 minuten tijd al 3 goals. Dit gaat echt niet normaal snel. Dit is echt niet normaal. Ik begon eindelijk een beetje goed te spelen. En dan scoort hij op deze manier met Messi. Hoe kan dat? Messi kan gewoon niet met de kop scoren. Helemaal niet op deze manier. In het echt dan. Ja, op FIFA dus wel. Maar dit is best wel balen. Kaboom! Oh ja, in de rebound! Wat the fuck is dit? Wat een super lelijke goal. Maar dat boeit me helemaal niks. Het staat gewoon 3-2. Wat is dit, jongen? Dit was echt een van de lelijkste goals die ik ooit heb gescoord. Super nice. Ik was net weer helemaal boos. Nu ben ik weer helemaal blij. Het kan gewoon weer. Het is ondertussen rust. Het staat nog steeds 3-2. Maar als je naar de kansen kijkt, we hebben gewoon precies evenveel kansen. Dus alles is nog mogelijk. We zijn gewoon even goed. Alleen mijn tegenstander heeft een veel beter team. Dus het gaat nog wel lastig worden. Maar ja, ik ga mijn uiterste best doen, want ik wil gewoon in ieder geval 1 ronde verder. Want de eerste ronde eruit gaan, dat is altijd zo kut. Maar daar heb ik al veel ervaring mee, want dat gebeurt best wel vaak. Eigenlijk te vaak. Oké, let op. Tricks met Depay. Oh, kill him. En nog... Oké, Aguero. Nee, op de bal. What the fuck? Nu dan. Nee. Oh shit, wat is dit? Hoe kon die er niet in gaan? Dat was de kans. Aguero! Oh shit, die zat weer bijna. 86e minuut. Ik ga niet meer veel kansen hebben. Kijk dan, schoten 10 op 5. Waarom sta ik achter? Dit slaat helemaal nergens op. Nou, de verlenging is bijna aangebroken. Hoeveel minuten? 2 minuten. Dat is helemaal niks, dus ik moet nu de bal hebben. Oh, wat doet die jongen? Hij moest hem alleen aannemen. Nou, 1 ding weet ik zeker. Ik ga dit waarschijnlijk niet meer winnen. En ja, dat is nu helemaal zeker. Ik heb verloren en dit is super balen, want ik wou gewoon winnen. En ik was gewoon ook even goed als mijn tegenstander.
Alleen hij had gewoon een veel beter team. Dat was echt niet normaal wat voor sick team hij had. Maar ja, het is niet anders. Ik ga nu in ieder geval mijn pakketjes claimen en hopelijk kan ik daar nog iets goeds in krijgen. Weet je wat? Als ik in een van deze pakketjes iets goed krijg wat boven de 10k waard is, gooi ik deze glas met water gewoon boven over mijn hoofd uit. Want ik krijg toch niks goed. Dat weet ik nu al. En in mijn eerste heb ik helemaal gelijk. Want dit is gewoon pure shit wat helemaal niks waard is. Ik krijg je ook niks uit. Dat weet ik gewoon zeker. En ja, daar had ik weer gelijk in. Het zou nu trouwens wel heel erg balen zijn als ik serieus echt een sikke speler krijg en ik serieus dat glas met water over mijn hoofd moet leeggooien. Maar sowieso dat niet gaat gebeuren. En ja, dit is precies wat ik niet wou hebben. Nou ja, en dan was dit het voor deze FUT-draft. Vonden jullie dit een leuk filmpje? Laat natuurlijk even dat duimpje omhoog achter. En mochten jullie zelf ook nog leuke ideeën hebben voor FUT-draft, challenges of andere dingen, laat het dan even weten in de reacties. En natuurlijk, tot slot, ik zie jullie later, bazen. Ja, ik ben niet blauw. Nee, dan heb je sowieso veel punten. Wat is je beste? Mijn beste is 95. Holy shit, mijn 87. Ai. Sick man. Team of the year in just that. Yo, ja, ik heb Ribéry. Dat is trouwens best wel een enorm slecht begin voor mij. Ja, dat is. Je hebt heel veel opties inderdaad. Ja, je hebt al 8 punten, man. Hey. Nice.